Met nog altijd die Jack Baldwin en die kan vooralsnog alle aanvallen pareren. Sterker nog, begint nu ook wat afstand te nemen. Tweede plaats Galopade voor Kennedy Kite. Die springt in het heetst van de strijd weg. Het mag eigenlijk geen naam hebben. Het waren een paar mispassen en dus kan hij nog een keer de tanden op elkaar zetten. Maar één deelnemer gaat daar niet op wachten. En dat is toch de klasbak van het veld. En is dit aan het seizoen dat hij door gaat breken? We zijn halverwege de Boko-bocht met Jack Baldwin en die is weggelopen van het veld. Kennedy Kite op de tweede plaats. Jaffi Joa is voorbij gegaan aan John Europort. En vooraan wordt de voorsprong van de koploper toch wat kleiner. Maar de laatste rechte lijn van de Alkmaar Z-Turf Arena is niet al te lang. En dus ziet het er vooralsnog goed uit voor Jack Baldwin. Jack Baldwin gaat het denk ik laten zien dit seizoen. Indrukwekkend naar de winst. Kennedy Kite 2. Derde is dan Jaffi Joa. De 5 wint voor de 4. En derde wordt de 3. Ik kijk even naar het dienstdoende draverijcomité. Hebben wij groen licht? Jawel, voor de eerste winnaars van het drafsportseizoen Alkmaar 2020. Geweldige winnaar Jack Baldwin, een 4-jarige bruiner aan Yield Boko uit Bordeaux Baldwin. Gefokte de familie Ebbing, het bezit van stal PD. Bas Krebas, de trainer. Misha Brouwer, de rijder. En het is een paard. We zijn toch op de fokkerijdag. Die werd geveild op de veiling in Wolvega. 29 september. Augustus, 29 augustus. Zet hem nog maar weer eens in de agenda. Dan zullen weer alle paarden die op Nederlandse grond geboren werden, geveild worden op de yearling sale in Victoria Park. Ja, Mies, toch maar weer even geschiedenis schrijven. Hè? Winnaar van het eerste winnaar van het seizoen. Ja, dat is altijd mooi. Dit is natuurlijk een paard waar jullie wel op gewerkt hebben met z'n allen. Ja, het was vorig jaar miste hij echt nog kracht. En dit jaar, ja, je ziet het aan zijn loop. Hij is natuurlijk een stuk stabieler geworden. Nog niet helemaal 100%, maar ja, moet dan nog een beetje werk aan de winkel. Maar hij heeft klasse zat en vandaag is hij al 10 keer beter als vorig jaar. En hij vertrok en hij taalde niet naar een fout, had ik het idee? Nee. Het viel mee. Dat ziet er goed uit, Mies. We hebben namens Maasland Vleeswaren BV prachtige ereprijzen voor de winnende combinatie. En ik zou zeggen, jongens, namens Maasland erbij op de foto, meneer Groot. En zoon. En zonen. En ook voor deze draver natuurlijk een zak 10 kilo wortelen. Met dank aan Jur Strijbis en Jasper Houtenbos. Voor alle winnende eigenaren een topkippakket. Allemaal extra ereprijzen hier op de baan van Alkmaar. En dat is gebruikelijk dit seizoen. Dus ik zou zeggen, schrijf hier voortaan. Mazalim, kom erbij. En uw applaus voor Jack Baldwin en Misha Brouwer. Vlag valt, start van een nieuw seizoen Alkmaar. En het is vanaf de buitenkant. Wat een start zeg voor Jack Baldwin. Galopade voor Jolien Schermer. En de deelnemers gaan de eerste bocht in. Jack Baldwin gaat het veld op sleeptouw nemen met op de tweede plaats. Uitgeschakeld op nummer 2, 2 galop. Achter It's Maas komt aan de buitenzijde Jaffi Joa. En vanuit het achterveld meldt zich vooraan Kennedy Kite. Dat zijn de voorste paarden met op plek 5 aan de binnenkant een goede start voor Helios Kingly. Deze paarden met een lengte of 3 voorsprong op John Europort. Die gaat zo dadelijk proberen de aansluiting te vinden. Als vooraan wisseling van de wacht komt een rokade. Nou, dat kon allemaal net. Het is aan de binnenzijde Jaffi Joa die doordrukte de leiding kreeg. Misha Brouwer gaat hem weer hernemen. En dan eens kijken of de vlieger al dan niet 0 op het rekest gaat krijgen aan de buitenzijde met opkomende Kennedy. De favoriet van deze koers. Paarden komen in de rechte lijn voor de tribune. John Europort is er inmiddels alweer goed bijgekomen. En het is aankomst van het veld de imposante verschijning. Jack Baldwin die dat nog 2 rondes vol moet houden. Inmiddels komt er een gaatje voor op de vlieger en kan hij inparkeren met zijn Kennedy Kite. Achter deze paarden aan de binnenzijde Jaffi Joa. Buitenzijde parcours buitenom voor John Europort. Achter John Europort hebben we dan aan de binnenzijde It's Maas. En achter It's Maas is er aansluiting voor Aardpols. Hij rijdt hier met Helios Kingly. Overkant van de baan met nog altijd een ongewijzigde situatie waarbij die nummer 5 Jack Baldwin het tempo bepaalt. Jack Baldwin, tweede plaats erachter Kennedy Kite. Aan de buitenzijde komt dan met grote stappen John Europort naar voren. En achter John Europort is het Jaffi Joa. Die wordt op 2,5 lengte gevolgd door It's Maas. En achter It's Maas, weer 2 lengte verder weg, vinden we Helios Kingly. Paarden komen zo dadelijk in de rechte lijn. Dan nog een ronde te gaan. En op dit moment is het toch zeg maar het klassieke talent dat zich hier vooraan meldt met de favoriet erbij. Het is aan de binnenzijde Jack Baldwin. Aan de buitenzijde komt John Europort nu naar gedeelde tweede plaats. Komt naast Kennedy Kite. En deze 3 paarden hebben dan wat voorsprong genomen op Jaffi Joa. Paarden ronden de bocht gaan op weg naar de overzijde van de baan. Met nog altijd die Jack Baldwin en die kan vooralsnog alle aanvallen pareren. Sterker nog, begint nu ook wat afstand te nemen. Tweede plaats Galopade voor Kennedy Kite. Die springt in het heetst van de strijd weg. Het mag eigenlijk geen naam hebben. Het waren een paar mispassen en dus kan hij nog een keer de tanden op elkaar zetten. Maar één deelnemer gaat daar niet op wachten. En dat is toch de klasbak van het veld. En is dit aan het seizoen dat hij door gaat breken? We zijn halverwege de Boko-bocht met Jack Baldwin en die is weggelopen.
lopen van het veld. Kenneke Kite op de tweede plaats. Javioa is voorbij gegaan aan John Europort. En vooraan wordt de voorsprong van de koploper toch wat kleiner. Maar de laatste rechte lijn van de Alkmaar Z-Turf Arena is niet al te lang. En dus ziet het er vooralsnog goed uit voor Jack Baldwin. Jack Baldwin gaat het denk ik laten zien dit seizoen. Indrukwekkend naar de winst. Kenneke Kite 2. Derde is dan Javioa. De 5 wint voor de 4 en derde wordt de 3. Een en ander is voorlopig.